met parlementariër Patricia Etnel van de NPS spraken wij over hoe de regering toch verder moet met de lege staatskas en ook nog leeggehaalde overheidskantoren, overheidsvoertuigen en tal van andere zaken. Hoe moet team Santokki Brunswijk hiermee verder om geliefd Suriname verder tot ontwikkeling te brengen? Etnel reageerde als volgt. Hoe moet de regering beginnen met lege overheidskantoren en ook nog een lege staatskas? Dus bij het horen van deze zaken over een lege staatskas wisten we al. We wisten al van tevoren dat wat we over zouden nemen financieel heel zwaar zou zijn. Maar als we ook moeten vernemen van de regering dat er op ministeries zoveel zaken van het land, want het is geen privézaken, het zijn middelen van de staat, dat deze zaken zijn weggedragen door mensen, dan is het triest. Triest omdat je ervan uitgaat dat we weten hoe het hoort. Je weet wat de regels zijn, je weet waar je aan moet houden en dat je dit soort dingen doet is verschrikkelijk. Het is triest en dat verwacht je niet. Je verwacht dat mensen op basis van hun goed gedrag, op basis van beter weten, dat soort dingen niet doen. Dus wanneer je dat allemaal moet ervaren, dan zie je dat je eigenlijk al die tijd een regering had die absoluut geen liefde had voor land en volk. Die absoluut niet wist wat ze moesten achterlaten voor die toekomst dan alleen maar misère en ellende. Want dat is wat je nu allemaal moet zeggen wanneer je naar het heel plaatje kijkt. Want je laat niet alleen maar een slechte toekomst achter. Je laat ook nog een heleboel problemen voor de mensen achter die hebben overgenomen. Maar ik zeg al met al, zeg ik, we hebben een sterk team. Dus we gaan het overbruggen. We gaan naar een betere situatie. Maar niet zonder meer het volk te informeren. Dus dat wil zeggen, het volk moet geïnformeerd worden. En ik hoop dat de president, meneer Santokki, met een duidelijke analyse komt naar die samenleving toe. Laten we weten wat er voor ons is achtergelaten als natie. Laten we weten waarmee we moeten gaan roelen. Laat het volk het weten. De tijd dat we dingen heel stiekem doen en denken van ewo tapus mabere unom tape moro. Laat meneer Santokki, de president, laat hij komen met een analyse. Laat hij komen met een weergave. En laat de samenleving zien van mensen, dit is wat we hebben overgenomen. En dit is het plaatje. En dit is waarmee toch wij verder moeten gaan. En dan weet het volk het voor de komende jaren, maar zeker ook voor de toekomst. Dat bepaalde leiders, wanneer ze doen alsof ze het menen met het volk, alsof ze van het volk houden, dat wanneer je uiteindelijk kijkt naar het resultaat, dat het niet is. Dat is wat we moeten geven aan die toekomst. En dat is wat we nu nodig hebben. Die zuivering van die politiek. Die zuivering dat we naar een betere situatie moeten gaan. Dat is wat we nodig hebben. Dus ik kijk uit naar de president, meneer Santokki, en ervoor zorgende dat we weten waarmee hij staat. Want we horen dat ministerie X dat heeft, ministerie Y dat heeft. Laten we weten wat we globaal hebben, waarmee we zitten en waarmee we verder moeten gaan om dit land weer op te bouwen. Hoe voorkom je dit? Het is heel erg belangrijk dat er een wet komt van overdracht. En de president heeft dat ook aangegeven. President Santokki heeft dat ook aangegeven. Als een van de zaken die hij zal aanpakken. Dat er een duidelijke wet komt of een resolutie komt. Dat in zo'n periode de regering die moet overdragen dat zij bepaalde maatregelen waaronder of besluiten waaronder A, B en C niet meer mag nemen. Dat is een van de dingen die er zeker van de grond moet komen en zeker gerealiseerd moet worden. Want wanneer we dit soort dingen niet doen, dan kunnen wij als regering nu ook in 2025 in de fout gaan en zogenaamd niet weten dat die wet er is.
om dit soort zaken te voorkomen, dan hoop ik dat de regering Santokki-Brunswijk ervoor zorgt dat er wetgeving komt. Want ook zij mogen in 2025 niet in de fout gaan. Want dat zijn dingen die we niet meer moeten doen. We zijn nu bezig met politiek zuivering. Laten we de politiek goed zuiveren. En laten we de ladder voor de komende regering na 2025 hoog leggen. Zodat ze ook weten van luisteren. Wat deze regering voor ons heeft achtergelaten, we moeten het niet verpesten. We moeten de ladder steeds hoger leggen, zodat de volgende generatie kan kijken naar beter bestuur en beter manier van regeren. Dus ik kijk uit naar wetgeving of een resolutie, maar daadwerkelijk een besluit die je niet zomaar kan terugdraaien omdat jij vindt dat je het anders wil doen. Nee. Het moet een vast besluit zijn, een zekerheid zijn waarmee we de komende generaties beschermen. En dat men niet komt en denkt van oké, omdat mijn lassie, omdat mijn winnie, dat moet ik atibron, dat moet doosani. En dan ga ik heel erg verschrikkelijk om met zaken die helemaal niet van jou zijn. Naar een volk pui belasting, pui voor desandrapen. En dat je daarmee jouw rechtvaardigheid, of moet ik zeggen, het is jouw rechtvaardigheid. Jouw ziel wil troosten om je verlies. Dat soort dingen gaan we niet doen. En we moeten het ook niet meer tolereren of accepteren. Dus ik kijk uit naar duidelijke regelgeving en duidelijk beleid om dit in de toekomst te voorkomen. De gewezen minister van Binnenlandse Zaken, ad interim ROGB, die heeft gemeend om het zwijgen te verbreken en aan te geven waarom hij zijn handtekening heeft geplaatst onder de documenten van de cultuurtuin. Zegt u van, oké, minister Noor Salim, we begrijpen u en we geven u alle gelijk. Wat is uw reactie? Ik vind het barbaars. Ik vind het verschrikkelijk dat minister Noor Salim, of tenminste meneer Noor Salim, zich hieraan schuldig heeft gemaakt. Omdat ik vind, het gaat om iemand waarvan je weet, hij bezit het intellect om te weten dat bepaalde dingen niet kunnen. Ja toch, iets als cultuurtuin. Je weet per definitie dat het gaat om een beschermd gebied. Je weet per definitie dat dat gebied er is om ervoor te zorgen dat zaken veel beter moeten gaan qua cultuur en qua beleving van wat we hebben als land. Planten, toch? Er zijn verschillende planten daar die eigenlijk geplaatst zijn om zaken te redden, toch? Er is een soort een flora en fauna daar die je moet beschermen. En ik vind dat meneer Noor Salim dat weet. Gaskoro, asaba geschiedenis van Kondre. Toch? Dus dit soort dingen moeten we niet tolereren. We moeten het niet accepteren. Dat soort gedrag moeten we niet doen. En daarom kijk ik uit naar minister Pokki. Dat ze komt met een wet. Want er is geen duidelijke wetgeving voor dat gebied. Laten we het voor goed en voor altijd beschermen. Laat er een wet komen dat niemand, geen enkele minister, geen enkele president, niemand in de toekomst denkt van hé, moet ik mijn kans. Nogmaals, maar om te geen kans moro. Laat er wetgeving komen en minister Pokki moet daarvoor zorgen. Laat ze met een wet komen, wij in het parlement zullen dat kamerbreed ondersteunen, want wij moeten onze gebieden gaan beschermen. Toch? We zien al wat er in de andere gebieden gebeurt met onze natuurreservaten. Daarover moet er ook een besluit genomen worden, want men vernietigt. En het zijn geen buitenlanders, het zijn Surinamers, Sranamang, Nangasrana Oma, ze etteka kondre disi e vernietiging. Vernietig a bestaan, a mooie geschiedenis sau abi de broken. En dat moeten we stoppen. We moeten Surinamers gaan leren om van hun land te houden. En dat je de in een politieke positie dat je tekking lek je recht verbroken sani. Om stopping. We moeten het stoppen.
En ik kijk uit naar wetgeving om dat van cultuurtuin voor eens en voor altijd te beschermen. Want wie niet wil horen, wie zich niet wil houden aan de regels die er zijn, moet je met de wetgeving laten zien van hey, we draaien aan en we parna botogoan tracé. Dat is waar ik naar uitkijk nu. Wat heeft de uitgaande regering, vooral het volk en de nieuwe regering geleerd? Wat ze ons hebben geleerd is dat alla pirtifina lafu, alla lobby na lobby. Dat hebben ze ons echt geleerd. En het is triest om dit alles te zien. En ik vind het verschrikkelijk voor die samenleving dat ze dit alles moeten ervaren. We hebben al zoveel hippies en foekas moeten overhouden van deze van regering Bouterse. Toch? De foekas aan de Libgunu. En een sweet wang na hippie foeka. De foeka na een hippie woord kaba. Dus ook attack de foeka hippie moro foekas revi. Toch? Weet je hoeveel offers we moeten brengen voor Tjadjen Segi Kong? En dan doe je dit. Dan ga je ook nog met onze staatsmiddelen weg. Is toch erg. En dan ga je ook nog datgene dat we hebben, dat we koesteren, ga je ook nog verkavelen. Ons datgene dat mooi is voor het land. Hoe Surinamer ben jij? Hoe moet ik de waarde hechten dat jij Surinamer bent? Dat je respect hebt voor die vlag. Respect hebt voor ons wapen dat wij hebben. Respect heb voor dit grondgebied. Waaraan moet ik dat meten? Toch? Want het is toch erg dat je dat doet. Het is toch verschrikkelijk. Maar laten we leren uit deze zaken. Laat de regering Santokki Brunswijk uit dit alles leren. En laten ze niet deze fouten herhalen. We moeten deze fouten niet meer maken. Wij moeten, zoals ik het eerder zeg, de ladder hoog leggen. Laten we ervoor zorgen dat we een prachtig voorbeeld achterlaten na 2025. Zodat elke regering die daarna komt weet, dit is een example. En wie zich hier niet aan houdt, weet dat hij het ergste voor het land zal brengen. Dat is wat ik wil meegeven aan deze regering Santokki Brunswijk.